Wereldwijd leven 1 op de 10 volwassenen met diabetes. Dat zijn volgens cijfers 537 miljoen volwassenen in de wereld. Reden genoeg voor het ministerie van Volksgezondheid om het bewustzijn over diabetes ook in Suriname te vergroten. In samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie heeft het ministerie een diabetesbewustwordingsactiviteit georganiseerd in Lelydorp in verband met Werelddiabetesdag vandaag 14 november. De dag startte met een opwarming, gevolgd door een wandelloop waarna de deelnemers een gezondheidsonderzoek konden doen. Shesta Siltahal, hoofd van de afdeling niet overdraagbare aandoeningen van volksgezondheid, hoopt de burgers bewust te maken over hun gezondheidstoestand. Men kon met hun resultaat van de health screening ook terecht bij de diëtisten voor eventuele tips en begeleiding. Verder ook informatie over bewegen, hoe je bijvoorbeeld makkelijk thuis kan bewegen. En over alcoholgebruik, overmatig alcoholgebruik, wat de schadelijke effecten zijn. En ook vooral roken. Daarnaast ook informatie over mentale gezondheid, dat ook heel belangrijk is. Omdat in principe is het iets dat we heel vaak vergeten. En terwijl dat ook een van de boosdoeners is, bijvoorbeeld voor diabetes. Dat mensen als gevolg daarvan suikerziekte krijgen, maar ook de andere niet overdraagbare aandoeningen. Siltahal moedigt elke burger aan te letten op hun gezondheid. Het is van eminent belang een goed balans te vinden tussen gezond leven en bewegen. Als je iemand in de familie hebt met suikerziekte, behoor je tot de risicogroep, aldus Siltahal. Werelddiabetesdag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie en de Wereldgezondheidsorganisatie geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Het thema voor dit jaar is Onderwijs om morgen te beschermen.